hier nog 600.000 werklozen kennen. Meneer Buma. Ja, nu de heer Wilders hier weer zo tekeer gaat, ben ik benieuwd of hij al een beetje zelf heeft kunnen reflecteren op het feit dat hij datgene wat hij moet doen niet gedaan heeft, namelijk het beoordelen van de voorstellen die het, de opvang van die vluchtelingen mogelijk maakt. Ik heb dat antwoord in mijn eerste termijn aan u gegeven. Meneer Buma. Nou nee, want toen wist u het nog niet. Dus ik vraag me af of u inmiddels nagekeken heeft wat er gebeurd is. Want u heeft nu allemaal hele grote woorden en dat laat ik u niet zeggen als u niet ook aangeeft wat u werkelijk heeft gedaan. Ik heb mijn antwoord in mijn eerste termijn gegeven, hoe vaak u het ook vraagt. Nee, dat is helemaal niet. Meneer Buma. Ja, dit is weer de bekende Wilders-methode. Zodra er één vraag komt, stopt het debat, geeft Wilders geen antwoord meer. Ik stel een hele normale vraag. De eerste ronde confronteerde ik u mee dat datgene wat u moet doen, namelijk het controleren van de plannen van het kabinet, dat u dat niet doet. U roept tegen iedereen, ga in verzet, uw folders deelt u rond, maar wat u moet doen, doet u niet. Dus is mijn vraag, dat kunt u nooit toen hebben gedaan, heeft u er al op gereflecteerd? Dat is iets wat nu moet gebeuren en dat is mijn vraag. Ik heb mijn antwoord net gegeven. Ik blijf het zeggen hoe vaak. Nee, dat is niet zo, want u kunt niet een antwoord geven, dat heb ik in eerste termijn gezegd, als ik nu vraag of u er sindsdien op gereflecteerd heeft. Antwoord is ja of nee. Ik heb mijn antwoord al gegeven, voorzitter. Nee, dat is onmogelijk. Goed, want u ik kunt vervolg niet, nee, mijn nee, betoog. Nee, ik stel gewoon een vraag. En een normaal Kamerlid hier geeft een collega een antwoord op zijn vraag. Dat is het debat. Dat heb ik gedaan, meneer Wilders. Dat bevalt u niet en meer komt er niet. Het spijt me. Dus u blijft volhouden dat u wat in de eerste termijn zei, een antwoord is op een normale vraag van een collega in de tweede termijn. Dat hoeft deze Kamer helemaal niet van u te accepteren. Wij stellen normale vragen aan u. Wees blij dat ik dit debat met u voer. U voert het debat helemaal niet. Ik blijf nog één keer vragen. Heeft u sinds de eerste termijn gereflecteerd op het feit dat datgene wat uw kerntaak is, het beoordelen van het kabinet, dat u dat gewoon niet gedaan heeft? Dat doen wij, voorzitter. Dat doen wij altijd. Dat hebben we ook in dat geval gedaan. Dat heb ik ook net geantwoord aan de meneer van het CDA. Dat is heel interessant. Ja, dat zal u mij moeten doen. Maar nu komt het antwoord wel. U zegt dat hebben we toen gedaan. Dat hebben we gedaan. Wij en waarom doen dat bent altijd u dan? En als dat zo is, dat u dat gedaan heeft, dan wordt het natuurlijk wel interessant waarom u akkoord bent gegaan met het voorstel van het kabinet om het gemakkelijker te maken om grote asielzoekerscentra in de provincies in te richten. Nou, voorzitter, als u goed terugkijkt, dan ziet u dat mijn collega Matlener, als u dat in de handelingen terugziet, ook bij die wet, de opmerkingen heeft gemaakt. Hij heeft de opmerkingen gemaakt over het feit dat die wet zou worden gebruikt voor de grotere asielzoekerscentra. Uiteindelijk hebben wij een totale afweging over die wet gedacht. En dat hou ik nog steeds staande, dat we daarvoor zouden kunnen stemmen in zijn algemeenheid. Dat hebben we ook gedaan. Maar de opmerkingen, onze bezwaren, leest u de handelingen na, zijn door mijn collega Matlener daarover gemaakt. En u kunt het gewoon terugvinden. Maar de heer Wilders heeft het nog steeds over totaal de verkeerde wet. Want u heeft het nu over de start van de wet, crisis- en herstelwet. Dit gaat om iets recenters. En ik noem het omdat het zo wezenlijk is, omdat het kabinet de legitimatie geeft van datgene waar u zo tegen bent en waar u nou in verzet komt. Namelijk het opzetten van grote asielzoekerscentra in de provincies. Dat was een ANVB die een jaar geleden, november vorig jaar, voorrang kreeg. Hier door een schriftelijke procedure is gehaald. De meeste partijen gingen daar blanco mee akkoord. De heer Roemer is de enige die daar in een schriftelijke ronde vragen over heeft gesteld. U niet. Het is gepasseerd en het is in het Staatsblad gekomen. Nee, dus uw hele heer Hat Matlener heeft helemaal niks daarover gezegd. Zeker heeft wel. Niet eens naar de goede wet gekeken. Nee, voorzitter, het klopt echt van geen kanten. En ik ga nog één keer een antwoord geven, dan geef ik het niet meer als staat hier Buma na 500 keer. Wij hebben bij de behandeling van die wet waar die ANVB uit voortkomt de opmerking gemaakt. Nee, maar dat hebben we gedaan. We hebben bij die behandeling van de wet de opmerking gemaakt. U kunt dat teruglezen in de stukken, dat wij vinden dat het daarvoor niet zou moeten worden gebruikt. Er zat nog veel meer in die wet, daarom hebben wij voor die wet gestemd. Dat is wat we hebben gedaan. We hebben ernaar gekeken, we hebben het antwoord gegeven. We stemmen hier wel vaker voor wetten waar een onderdeel in staat wat ons niet zo bezint. Maar die crisis- en herstelwet, waar die ANVB uit voorkomt, had ook heel veel positieve punten. We hebben ons werk hartstikke goed gedaan en we gaan dat morgen in het land opnieuw doen, meneer Buma. Het bijt zich niet. Hier je werk doen en hier buiten je werk doen. Ik zou willen dat u dat eens wat vaker deed. Meneer Buma. De heer Wilders blijft dus continu over de verkeerde wet hebben. Ik bedoel, dat zegt wel genoeg. U heeft eeuwen de tijd gehad. We vragen vaak het kabinet om binnen een uur brieven te schrijven. Dit gaat om één ANVB die u niet bekeken heeft. En ik vraag in ieder geval de heer Wilders, als hij straks weer stoer naar al die plaatsen toe gaat, de mensen ook eerlijk te vertellen dat het mede dankzij hem is dat er straks grote centra komen in de provincies voor de opvang van asielzoekers. En dat hij, zijn taak verrichtende in de Tweede Kamer,
ervoor gekozen heeft het niet tegen te houden. Dan zou u een kerel zijn in plaats van het roepen tot verzet van anderen. Wij zullen de mensen in het land, meneer Buma, heel eerlijk vertellen dat wat de PVV betreft er nul asielzoekers meer bij komen in het land. Dat we de grenzen gaan sluiten en dat er helemaal niemand meer binnenkomt. En dat we dus om die reden ook geen asielzoekerscentra meer nodig hebben. En we zullen de mensen er ook bij vertellen, meneer Buma, dat het CDA de boekhouders van deze Kamer zijn. Die inderdaad misschien overal naar kijken, hulde daarvoor. Maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzetten. Wagenwijd openzetten, waardoor we in het land die asielzoekerscentra nodig hebben. Bij ons heb je ze niet nodig. Ik ga in het land om die mensen te steunen. Bij u heb je ze wel nodig, want u zegt, kom er allemaal binnen met je klecht, de grenzen wagenwijd open. En dat is de werkelijkheid. Maar dan is er ook geen enkele reden om naar al die plaatsen toe te gaan, want u kunt gewoon zeggen, want dat is blijkbaar wat u vindt, nu die mensen al in Nederland zijn, vindt u dus nu ook dat ze opgevangen moeten worden, want daarom stemde u voor die regel. U was tegen grenzen open. Maar nu de grenzen eenmaal open zijn, zegt ook u blijkbaar, kijk naar wat u met die ANVB moest doen, ja, sorry. Nu moeten we wel akkoord gaan met grote asielzoekerscentra. Wees een vent en zeg dat. Ja, ik ben een vent en ik zeg grenzen dicht, nul asielzoekers erbij. En ik zeg tegen iedereen, kijk naar het CDA, kijk naar meneer Buma. Want de heer Buma die zegt, de grenzen moeten wagenwijd open. De heer Buma die zegt, die 13.000 van september is nog niet genoeg. De heer Buma die zegt, we moeten het land volbouwen met asielzoekerscentra. Want van het CDA, ja zeker, u kunt nou een beetje staan te lachen. Maar van het CDA mogen al die asielzoekers binnen. En van het CDA mogen we ook al dat geld besteden aan asielzoekers in plaats van aan pensioenen en andere zaken. Meneer Pechtold. Voorzitter, en dan het punt, want het CDA heeft natuurlijk helemaal gelijk dat u gewoon de wetten niet leest. Maar nu even het punt wat u in het land kunt vertellen over op het moment dat u dan levert. Want in eerste termijn heb ik u gevraagd om te reflecteren op het feit dat toen u de regering vormde, dat er duizenden asielzoekers kwamen en dat u nu zegt het gaat naar nul worden. Gaat u ook tegen al die plaatsen zeggen van kijk, ik ga jullie dat vertellen, ik ga jullie dat beloven, maar op het moment dat ik aan tafel zit, dan laat ik het gewoon gebeuren. Hè? Ik voer campagne met 65 blijft de leeftijd, maar de dag na de verkiezingen lever ik dat in. Dus ik ga jullie nu vertellen, er komen nul asielzoekers binnen, maar de dag dat ik dadelijk weer een keer stel dat het zover is de macht heb, jongens, dan blijven ze gewoon komen. Ja, mevrouw de voorzitter, het is toch wel een beetje gênant om te zien dat alle collega's die weten, hier de nu lachende, hij lacht gewoon de kiezers uit, de heer Buma die de mensen uitlacht, de heer Pechtold die nu ook een trucje probeert uit te halen. U heeft allemaal de mensen niet achter u. U staat geloof ik op 10 zetels in de peilingen, meneer Pechtold. Uw verhaal resoneert niet. Mensen snappen niet waarom de heer Pechtold en waarom de heer Buma die grenzen openlaten. En ik zeg tegen iedereen, mevrouw de voorzitter, zoals ik ook tegen de Pechtold zeg, bij de PVV weet je één ding zeker. En dat is nul asielzoekers er maar bij. Bij ons weet je één ding zeker en dat is dat de grenzen dichtgaan. Dat genoeg genoeg is. Dat mensen ons daaraan kunnen houden. Dat we niet van de afdeling Buma en Pechtold zijn en dat is de grenzen maar openzetten. Dat doen wij niet, dat willen wij niet en ik ben er ontzettend blij omdat er tenminste nog één partij is hier in de Tweede Kamer die al die miljoenen mensen durft te vertegenwoordigen. En ik zeg u met trots. Voorzitter, het is niet de makkelijkste dag voor de heer Wilders. Beetje handen in de zakken. Maar handen in de zakken, een beetje ongemak. Want ja, het is weer een keer debatteren. Hè? En je merkt het aan de eerste termijn, voorzitter. De eerste fractievoorzitters, daar durfde die nog. Maar daarna kwam het kabinet. Hij had geen vraag. Niet aan de minister, niet aan de vicepremier, niet aan de staatssecretaris. Aan helemaal niemand had hij een vraag. Want hij merkt wel, op het moment dat het over feiten gaat, ben je bij wetsbehandelingen geweest, dan wordt hij hier afgedroogd. Op het moment dat hij zegt nul, wordt hij aangetoond dat hij zelf verantwoordelijk is voor duizenden. Op het moment dat hij geconfronteerd wordt met Griekenland, blijkt zijn eigen verleden hier nogal dubieus te zijn. Voorzitter, ik denk dat meneer Wilders inderdaad veel het land in moet gaan, maar met iets andere folders. Namelijk, ik beloof u, maar ik lever nooit wat. Het enige wat ik u lever is, geloof ik, wat is het vandaag? De 20e motie van wantrouwen. Wat een jubileum. Ja, mevrouw de voorzitter, ik weet dat het heel erg veel pijn doet bij al die collega's en die fracties hier in de Tweede Kamer die iedere dag opnieuw
honderdduizenden kiezers naar de PVV zien weglopen. Dat doet pijn. En ik snap die frustratie wel bij de heer Pechtold, die zo zijn best doet, mevrouw de voorzitter, en op ieder detail 20 keer gaat interrumperen. Geen Nederlander die hem snapt, niemand die naar hem kijkt. En iedere week levert hij weer zetels in. En ik kijk naar de heer Buma, waar hetzelfde gebeurt, die ongeveer dezelfde grote mond heeft naar mij, maar ook geen begin heeft van begrip voor wat al die kiezers vinden en zeggen. En wij vertegenwoordigen ze wel, ja, en ik ben er trots op. En ik ga het land in. En toen de heer Pechtold in de eerste zin van zijn eerste termijn zei, mevrouw de voorzitter, dat hij het gênant vond, al die kiezers die in verzet kwamen. Toen heb ik hem geïnterrumpeerd, omdat wij niet dat soort politici zijn. Wij zijn van de politici, meneer Pechtold, die zeggen wat de mensen vinden, die het geluid van de mensen in het land, in Purmerend, in Almere, in Wassenaar, waar dan ook, waar mensen zeggen bij ons geen asielzoekerscentrum, wij nemen die mensen serieus. Wij spelen geen Haagse spelletjes over was je dat toen of was je dat toen niet. Wij nemen die mensen serieus. En u zou dat moeten doen, in plaats van een schaap te staan lachen aan de interruptiemicrofoon. U zou dat moeten doen. Daar zou u wat van leren. Voorzitter, allemaal dubieuze spelletjes en allemaal. Als er hier iemand al 25 jaar betaald door de belastingbetaler rondloopt, dan is het de heer De Wilders. Het is de koploper Den Haag. Het is de koploper. En ik weet dat u iedere zondagmorgen, want als ik een keer wakker ben, dan zie ik weer Wilders twitteren over de peilingen, de peilingen. De feiten, meneer Wilders, is dat u 3 verkiezingen op rij verloren heeft. In de Senaat, in de provincie, in de gemeenteraad, als u al meedoet. Dat moet u die mensen vertellen. Ik schreeuw, ik maak onrust, ik zet groepen tegen elkaar op. Ik beloof u dat ik er 0 binnenlaat, maar op het moment dat ik aan de slag ben, lever ik dat allemaal weer in. Het is een hoop lawaai maken, het zijn moties van wantrouwen en het stelt 0 voor. Dikke 0.